gaan de eigenschap van de middellootlijn even inoefenen. Wat heb je juist nodig? Neem een wit blaadje papier, een passende en een gele driehoek, potloodgom en een groene en rode balpen. Je kan het filmpje op elke moment op pauze zetten. Stap 1, teken een lijnstuk AB. Je kiest zelf de lengte daarvan, totaal willekeurig. Stap 2, construeer nu de middellootlijn M van lijnstuk AB. Als je niet meer weet hoe je de middellootlijn moet construeren, bekijk dan nog even het filmpje van de constructie van de middellootlijn opnieuw. Stap 3, duid een willekeurig punt P aan op deze middellootlijn. Punt P is dus een element van rechte M. Stap 4. Meet de lengte van het lijnstuk AP en BP. Ja? Bepaal dus hoe ver het puntje P van punt A ligt en van punt B ligt. Stap 5. Noteer de eigenschap op het blaadje papier. Als een punt op de middellootlijn van een lijnstuk ligt, dan ligt dat punt even ver van de grenspunten van dat lijnstuk. Door dit schriftelijk eventjes op te schrijven, gaat deze leerstof hopelijk een beetje beter blijven hangen. Veel succes!